Fragt man Niederländer, welche Eigenschaften sie mit deutschen Produkten verbinden, so sind das vor allem Zuverlässigkeit und Hochwertigkeit. Das Traditionsunternehmen Miele hat schon vor 75 Jahren seine erste Niederlassung in den Niederlanden eröffnet. Deutsche Produkte haben einen guten Ruf und dieser Vertrauensvorschuss ist eine solide Grundlage für geschäftlichen Erfolg. Ik denk dat de voordelen van een Duitse ondernemer om zich in Nederland te vestigen is daadwerkelijk de goede reputatie die Duitsland heeft bij de Nederlandse consument in zijn algemeenheid. En dat heeft zich door de jaren ontwikkeld. Duitse kwaliteit, Duitse gründlichkeit zijn toch elementen die denk ik enorm sterk een voordeel bieden. Ik verwacht dat wij over 3 jaar zeker ook hier nog het epicentrum hebben van de Nederlandse activiteiten vanuit Vianen. En dat wij een organisatie hebben waar we echt heel veel focus hebben op de bestaande sterke marktsegmenten waarin we al opereren. Dus met name de witgoed productgroepen, maar zeker ook in de komende 3 jaar een enorme sterke ontwikkeling gaan doormaken in onze inbouw- en keukenapparatuur, waar we strategisch echt willen groeien. En dat zijn voor ons wel de speerpunten voor de komende jaren. Maar nog steeds een organisatie die heel nadrukkelijk vanuit Nederland gestuurd gaat worden. De cultuur van Miele is er een van absoluut streven naar perfectie. En we hebben nog niet zo lang geleden onze slogan, onze eigen mission statement, nog weer eens een keertje heel nadrukkelijk opgeschreven met al onze medewerkers. Het is echt het zoeken naar de perfectie in alles wat we doen om zo die consument te ontzorgen en te inspireren. En dat is echt daadwerkelijk ook ons leidmotief wat we hier iedere dag nastreven. Dus we zijn niet het goedkoopste merk in de markt, we hebben echt een premium positionering, heel bewust. Kwaliteit staat voorop. Dat moet je dan ook daadwerkelijk uitstralen in alles wat je doet. Dus op alle contactmomenten die we hebben met de consument, zijn we ons heel erg van bewust dat je daar echt die perfectie moet nastreven.